Wat is Waalwijk Taalrijk voor een project? Waalwijk Taalrijk is een project wat op drie thema's insteekt, namelijk woordenschat, taal, leesplezier, leesbevordering en educatief partnerschap met ouders. Okay. En in het onderwijs, hoeveel procent van de leerlingen in het onderwijs komt eigenlijk tekort als het gaat over een voldoende ontwikkeld taalgevoel? Statistieken laten het cijfer van 14% zien, dat is een redelijk hoog aantal, vinden wij. Ja. Dat moet omlaag. Ja, en dan ontstaat dit project. En waarom is dat nou zo'n goed project? Omdat we eigenlijk aansluiten bij de behoeften van de kinderen. Wat hebben kinderen nodig om zich succesvol te ontwikkelen? Ja, en dan is taal natuurlijk wezenlijk. Dat wat kinderen nodig hebben, proberen we ze te bieden in extra's. En ook proberen we de werkvloer mee te nemen in het inzetten van de juiste tools. En de werkvloer is? De werkvloer is voorschool, basisschool, voortgezet onderwijs. Ah, oké. Okay. Ja. En dat heeft geleid tot een samenwerking. En hoe moeten we tegen die samenwerking aankijken? Hoe is die? Het is een samenwerking die niet gedicteerd is, maar het is een samenwerking die groeit. Hier staan twee dames die razend enthousiast zijn. Dat geeft voeding aan elkaar. Er komen andere mensen bij, het wordt steeds groter. Dat is anders dan als overheid ben je gewend om iets op te leggen en te dicteren van zo gaan we het doen. Ja. En dit is gewoon van onderaf vanaf de werkvloer opgebouwd met mensen die enthousiast zijn, die elkaar tegenkomen, die elkaar als kracht gebruiken. Dus elkaar niet dingetjes afsnoepen, maar gewoon zeggen, kijk, ik doe het zo, doe jij het en doen we het samen. Wat zijn nou de succesfactoren van dit mooie project? De samenwerking vanuit de verschillende partners. De samenwerking vanuit het onderwijsachterstandenbeleid is dat gegroeid. De passie om het zo goed mogelijk voor het kind te kunnen organiseren. Dat de ontwikkeling van het kind optimaal is. En dat is binnen Waalwijk Taalrijk met al die partners. We hebben daar de GGD, we hebben de kinderopvangput, speelzalen, de basisschool, voortgezet onderwijs, de bibliotheek, het welzijnswerk. Volgens mij, het zijn te veel om op te noemen. Ja, ja. Maar die hebben allemaal meegewerkt, sowieso aan het beleid, activiteiten en uitvoering. Ja. Ja, een ander stukje daarin is de monitor. We monitoren waar we mee bezig zijn. Daar levert er heel veel informatie op, waardoor we weer opnieuw af kunnen stemmen op de behoefte die er is. Ja. En wat is de rol van het taalhuis? Het taalhuis wil met name ook voor de volwassenen, en in veel gevallen is er ook de ouder van dat kind op die basisschool, wil daar ook weer mogelijkheden voor volwassenen bieden om hun taalniveau te verhogen, te verbeteren. Ja. We hebben al vrij snel geleerd dat alleen de aandacht voor de kinderen niet voldoende is. Je moet ook de thuissituatie en de ouders in beeld brengen. Dus daar voorziet het taalhuis heel goed in. Ja, en u als wethouder, u steunt dit project volop. Waarom? Wij steunen dit van harte, maar we doen het op onze manier. Dus als overheid dicteren wij niet wat het veld moet doen en deze dames. Maar we laten ook aan de krachten van hen over. Wij regisseren, wij faciliteren en wij initiëren. Maar we laten het wel over aan de partijen die het moeten doen, want wij gaan niks opleggen. Dus zij komen bij ons met voorstellen. En die zijn vaak heel goed onderbouwd. We hoeven alleen maar ja tegen te zeggen. Go. Ja. En dan kijken we op afstand verder hoe het gaat. Dat vind ik eigenlijk de ideale rol voor de gemeente. Het veld is sterk genoeg om het te trekken, dit verhaal. Ja. En hoe blij bent u als gemeente met dit project? Heel blij, want we hebben er €800.000 voor uitgetrokken. Is de totaliteit voor onderwijs, achterstandenbeleid. Maar Waalwijk heeft een 47.000 inwoners, om even de relatie aan te geven. Ja. En een groot deel van het gaat naar taalactiviteiten en naar taalhuis ook. Dus wat dat betreft zitten we volop in de lift. En er wordt niet bezuinigd. Er was een bezuiniging, maar die is er niet gedaan. Dus wat dat betreft proberen wij ook iedereen die besluitvormend bezig is te laten zien wat hier allemaal gebeurt. Ja. Tot slot voor jullie, hoe is het om aan dit project te werken? Fantastisch, je krijgt er heel veel energie van. Het is heel, heel fijn om elkaar steeds te ontmoeten, elkaars verhalen te horen, de successen met elkaar te delen en elkaar te blijven inspireren. Ja, en voor jou? Ja, voor mij is dat eigenlijk precies hetzelfde van je wordt hier enthousiast van. Je wordt er ook enthousiast van omdat je ziet dat steeds meer mensen het project vinden en het willen ondersteunen. En dan gaan we ook naar het bedrijfsleven wat mee wil helpen. En ja, dat geeft ons natuurlijk een boost om vooral door te gaan. Door te gaan. En dat doorgaan, dat gaat gebeuren. Ja, zeer zeker. Absoluut. Sowieso tot en met 2020 hebben we het allemaal met elkaar goed geregeld. Ja. En we gaan natuurlijk voor
continuïteit. Ja, dat maakt mij ook weer tevreden dat, wat Marlies ook zegt, het bedrijfsleven loopt er ook in mee. En dat is een nieuwe ontwikkeling. Die hebben ook mensen die moeilijk kunnen lezen en schrijven. Dus wat dat betreft is gewoon de club wordt steeds groter. Zwaan-Kleef-Aan-effect. Het Zwaan-Kleef-Aan-effect. Ja. Nou, ik wens jullie heel veel succes met de voortgang van het project. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel.